Heeft een hangbuikzwijntje op bezoek. Chun Chai is net 5 maanden oud. Doe je dat ook als trainer? Dat is een veel rustiger. Ja, dat is een hele maar ik heb dat gezegd, dat is wat moeilijk, want dan begint dat lastig om te duwen en buiten. Dat is ook zo. Ja. Buiten, en dan krijg je zo die lange slagtanden, ja. Die je van tijd zelfs goed bijblikken en zo. Als je die gecastreerd hebt, is dat niet. Dan krijg je dat niet. Goed. Welke moet je nu castreren? Welk vraag je? Ja. Deze of de grote? Aquatopia lijkt deze keer wel te lukken wat eerder niet ging. De haaien laten wennen aan het ondiepe bassin. Dat is wel mijn gemakkers. Dan gaan we nog een beetje proberen hier. Dat is wel de beloning, hè. Beloning ben dat beest. Andere haaien overwonnen intussen hun angst voor het ondiepe bassin. Ondertussen zwemmen in Aquatopia de exotische vissen rustig hun rondjes. Maar eentje is vandaag stiller dan normaal, de kogelvis. Verzorger Peter haalt er diernaarts leuk bij. Ja, ik, onze kogelvis, ja. Die doet de laatste tijd heel raar, want die is ook nogal wel met zijn mond open. En ook de neiging dat hem 6 minuten wordt. Kijk, je ziet, al, maar hij is zo heel... Ja, het is wel stiller dan dat we gewoon zijn. Hè? In de natuur eten die om de koralen, eten die mosselen met schelpen, dus kraken, konkels en dergelijke. In gevangenschap stoppen die met veel te grappige knabbelen. Resultaat, die tanden groeien door. Hetzelfde probleem als met konijnen. Als je die te veel kracht voor geeft, die tanden worden nog te lang. Dus dan mag hem gepakt worden. Ruik de rest klaarmaken. Zo. Terug. Diernatie castreert hangbuikzwijntje Chun Chai. Hij toont Joey hoe dat moet. Eens kijken dat het goed ademt. Dan moet je onder in doorgaan, Joey. De anesthesie. Bij ademt, hè. Perfect. Ik ga snijden, hè. Dat is een bal. Dat is een bijbal. Dan zie je hoeveel bloedvaten dat erin zit. Heel lekker. Ja, die moeten we eerst afbinden. Die gaan we afbinden. Ah, oh, ja. Waarom? Omdat ze anders heel hard spuiten. Juist. Dan kunnen we het al heel goed. In Aquatopia doet de dierenarts verdovingsvloeistof in een aquarium. Hij wil de tanden van de kogelvis verzorgen, maar dan moeten Peter en Thomas die eerst te pakken krijgen. Deze is kinder gemakkelijk een bak. Murenen zet erin zitten, zijn ook al niet zo zachtaardig. En vooral ons koraalduimels, voor zijn muurpassen. Dat hebben we daar een tikje van krijgen, dan kunnen we hem in dat ziekenhuis. Dus ik zie hem nu direct in zitten, waarschijnlijk achter in de bak door. Of dat. We proberen eigenlijk de bakfietser opzij te trekken en hem te scheppen. Proberen, ja. Diernatsie heeft het hangbuikzwijntje gecastreerd en zijn baasjes Mark en Farani kunnen het terug meenemen naar huis. Dan zit hij hier, kom ons in. We zijn goed wakker. Dan zegt hij, oh, wat is dat niet? Kijk, het hangbaas. Dat is een vrouw, hè. Ik ben tegen jou. Ben ik het tegen shower? Ja, dat is een wachtje. Oh, joh. Ja, binnen een paar, in 2-3 days. Ja, een week. Oh, ja, dat is vreemd, ja. Is het moeite ervan, survivor? Ook inkopen? Nee. Nee, ik moet het ook in. Ondertussen proberen Peter en Thomas de komen.